Welkom bij een nieuwe editie van de Piep Show, uh, met een flink aantal onderwerpen. Deze keer veel kleine, interessante zaken die uh, begonnen zijn. En ik wilde beginnen, Boris, met um, denk ik weer een nieuwe fase in de um, ambitie van Microsoft om miljarden gamers aan zich te bieden. Dat wil ze altijd, hè? Aan te binden. Ja, ze aan willen het binden, hè? Allemaal naar de, Gamepass, de game. naar de Game Pass. Um, want je hebt natuurlijk gewoon je hardcore gamers, nou, ik denk dat die nu wel weten dat Game Pass bestaat en dan zullen de mensen die zullen het hebben en dan zullen mensen zeggen, nou, die wil het niet, et cetera, et cetera. Nou, dat, dat, die PR die zal er altijd wel op gericht zijn, maar mm -hmm. ze hebben ook nog xCloud. Ja. Xcloud uh, streaming, het, het streaming platform en um, dat bestaat al een tijdje, dat is in een soort van beta vorm mensen kunnen het gebruiken om, om ja, ze moeten natuurlijk een beetje stress testen. maar ze gaan het nu toch echt uitrollen. En uh, afgelopen week hebben ze namelijk um, en dan laat ik nu even zien: uh, ja, je kan namelijk uh, Fortnite uh, op de iOS, ja, de uh, iPad, uh, OS, Android phones en and tablets, Windows PC uh, met. De, uh, de Xbox Cloud Gaming... gratis spelen. Je hebt ja. geen abonnement nodig. Niks. Uh, it's there for you. And... Nou, je moet toch wel Xbox Cloud... Uh, je moet gewoon uh, Game Pass hebben. Um... Anders kan je niet die game... Ik bedoel, Fortnite is sowieso gratis. Alleen Fortnite is niet te spelen... op mobiele devices. Ja. Heb ik begrepen. Um... Vind je het een goede vraag van jou? Weet je dat ik dat niet eens 100% zeker weet... of je daar de Game Pass voor nodig hebt... Of dat het volledig een gratis service is en dat je dan de geld verdient met Microsoft Section. Ja, misschien hebben ze wel met, hebben ze voor Fortnite hebben ze een soort deal gesloten dat Xbox Cloud Gaming gratis is. Uh, maar waarom zou je dat doen als je die game gewoon kan installeren op je telefoon? Dat is niet de nieuwswaarde. Nee, dus ik dacht dat Fortnite gewoon van mobiele devices af In ieder geval van Android af was. Ik dacht ook dat dat het nieuws was. Maar misschien heb ik het volledig. Uh, nou in ieder geval, ja, nee, tuurlijk. Epic heeft natuurlijk die beef met Apple. Uh, waardoor uh, uh, Fortnite van alle uh, Apple uh, devices niet meer gespeeld kon worden. En ah, nu het, ja. is er weer een mogelijkheid toe. Op zich, uh, uh, laat ik het zo zeggen, uh, veel, heel veel mensen hebben dit uitgeprobeerd. Uh, er was dit, dit weekend ook een groot probleem met Xbox Live. Die lag er eigenlijk voor een heel groot gedeelte uit. Oh. Nou, er zijn mensen die zeggen dat had hiermee te maken. Andere mensen zeggen dat is echt volkomen bullshit. Had met iets heel anders te maken. Het was een heel complex, raar iets. Sommige games deden het wel, andere weer niet. En whatever. Ik kon het ook niet helemaal uitzoeken. Inmiddels werkt alles weer. Waar ik naartoe wil is dat dit is een volgende stap van Microsoft om... Mensen die games willen te spelen binnen hun ecosysteem te krijgen. Want um, wat gaat er namelijk ook gebeuren? Um, ik zag trouwens, sorry dat ik kinderen zeg ja. Je hebt geen Game Pass nodig om dus Fortnite te spelen. Ja, nou dat betekent. Ja, inderdaad. En wat ze willen gaan doen, wat een ander plan is. Is uh, uh, dat ze dus nu gaan beginnen om uh, Game Pass naar televisies te brengen. Oftewel, ze gaan het implementeren. Er komt straks bij Samsung komt er een app. Als je een Samsung TV koopt, dan zit er zo'n app op. Uh, daar kun je dus gewoon Game Pass titels mee spelen. Um, er komen van die, ja, hoe noem je dat allemaal. De, net als Chrome, uh, de Chromecast van die. Hoe, hoe zou je dat moeten omschrijven? Ja, het is gewoon zo'n zo, 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 zo device wat je ja. met hier aansluit. Dat sluit je dan. aan. Daar kun je dan Xcloud op spelen... En dat betekent eigenlijk dat ze. Um, ja, die markt van mensen die zoiets hebben van. Ik, ik vind gamen leuk hoor, maar ik ga echt geen console kopen. En, um, nou, wat, was de, wat dacht je van de mensen die een console zouden willen kopen en hem niet kunnen kopen omdat ze niet in de winkels liggen. Ook dat. Um, voor als je op reis bent of je gaat tijdelijk ergens heen, je hebt geen zin om consoles mee te showen. Er is een enorme markt van mensen die daar dan interesse hebben. Plus als zoiets gewoon in je televisie gebakken is. Je gaat ermee spelen. Ja. Omdat het er eenmaal op zit. Nou, ik vind het, het, het is heel stom. Ik, ik heb er eigenlijk niet zoveel met die streamingdiensten. Nee. Um, en laatst had ik... Ik wou Track to Yumi spelen. Die is natuurlijk uitgekomen ja. van de week. En um, ik had gewoon geen... Ik zat eigenlijk niet op zo'n hele snelle internetverbinding. Dus het, het, het downloaden en installeren was een half uurtje. Mm -hmm. En ik weet gewoon, ik check die game, check ik vijf minuten. Als ik het niet leuk vind, dan, ja. dan pluk ik het er weer af. En ik had gewoon zoiets van, nou, ik check het gewoon even via e -cloud, weet je, ja. en dan, dan streamt het gewoon zonder dat je hoeft te installeren. Nou, na tien minuten later had ik zoiets van, oké, okay, dit is lachen, doei. Weet je, het is gewoon leuk om even games te checken. Zonder dat je gelijk die hele rommel installeert. En ja, dat, uh, um, Ja. Dat klopt ook. Um, deze uh, Nibellion, dat is iemand die ik uh, vrij frequent volg. Dat is zo iemand die vooral gewoon de data in de gaten houdt wat er met games gebeurt. De verkoopcijfers, et cetera, et cetera. Um, nou, 10 miljoen mensen hebben dit al gebruikt sinds 2020. Dat, dat zijn dus allemaal mensen die op die beta hebben ingeschreven. Het is niet dat het open in de markt ligt. En dat maar 20 miljoen uh, 10 miljoen mensen het gebruiken. Mm -hmm. En interessant is. Um, dat het gebruikt is op meer dan 6.000 verschillende devices, dus ja, dat kan echt van. Je, ja, daar hebben we het ook over. Type laptops, uh, ja. PCs, weet ik allemaal wat. En Game Pass players, who use cloud disk... Uh, da, ja, dus, dus die dus die cloud service gebruiken, die gebruiken, die die checken dus twee keer zoveel mensen, twee keer zoveel games als mensen die dat die de cloud niet gebruiken ja maar dat snap ik Omdat het ja. is namelijk gewoon klik 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 weet je net als dat je op Netflix eventjes een serie checkt vind je niet leuk op weg weet je en bij games gaat het nog sneller weet je dat check je echt vijf minuten van oké okay, wat is dit oké okay, laat maar doei. ja en dat nou, uh, het, ja het is grappig wat je het zegt want Netflix hoe vind ik mijn uh, 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 programma's die ik wil zien op Netflix dat doe ik dus op mijn mobiel dus ik ga uh, ik, in bepaalde sites, maar ik ga ook naar Netflix toe. En, en dan staat er wat eruit komt. En dan kijk ik de trailers. En dan zet ik er een vinkje bij van waarschuw maar. Daar is het ideaal voor. Ja. Er zijn een aantal analisten die zeggen van dit is opnieuw een, uh, een, 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 ja, een niet een aanval, maar weer een, een, een move van Microsoft die zo niet verder. Onder druk zet, onder uh, omdat ze een. Maar Sony gaat het ook doen, toch? Die hebben ook zo'n dienst en die gaan straks al die ja. uh, oude titels gaan ze via streaming uh, erop zetten. En weet je wat Maar niet ook... gratis. Ja, nee, dat klopt. Je moet voor dan Maar goed, bij ja. Game Pass moet je er ook voor betalen. Het ja, is, het is dat nu Fortnite even gratis is. Mm -hmm. uh, en dan hebben ze gewoon een deal gesloten met uh, uh, met Epic. Uh, kijk, gratis bestaat niet. Je betaalt altijd wel. Dat Ergens op een of andere ja. manier betaal je ervoor. Uh, ja, eerlijk gezegd, ik vind het wel interessant op een, op een soort stomme manier, weet je, omdat ik vroeger of laat vroeger, weet ik veel, een jaar geleden of zo, toen 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 was die de kwaliteit van die streamingdiensten was gewoon net even kut. Ja, het, was ja, gewoon, ja. het was niet slecht, maar het is gewoon, weet je, een haperinkje hier, weet je, even een glitch in het beeld daar, het was gewoon net even kut. En nu, ik weet het niet, maar ik zie overal wordt wordt glasvezel aangelegd, zit Zeker? fucking ja. snel. Um, uh, ja, ik, ik snap als je gewoon vol 4K uh, veel streamen dat gaat niet nee. maar helemaal op een telefoon of als je gewoon bereid bent of weet ik veel, je speelt een of andere uh, artistieke uh, mm -hmm. indie game die toch uh, met pixel art uh, in zwart-wit zoals ja. Dirk Toyuma um, ja dan, dan, dan prima dat maakt geen donder uit of dat of je dat in uh, 1080p speelt of 4k mm -hmm. weet ik veel. wat ik het Knap, of tenminste wat ik ja wat ik knapper vind aan die strategie. Je hebt bepaalde manieren om jouw product aan de man te krijgen. Dat kan zijn dat je product zo ontzettend goed is dat iedereen het wil hebben. Je kan zeggen van ik ga heel veel reclame doen en dan zien mensen het. Uh, je kan guerrilla marketing doen. En Microsoft kiest eigenlijk voor van, een soort van, van methode. Van het is op Game Pass is op een gegeven moment overal. Het zit. Fucking zelfs in je televisie. En als het op een gegeven moment overal is, je komt het overal tegen op je telefoon, op je pc, op je console, op je televisie, dan ga je er op een gegeven moment toch gebruik van maken, omdat je dan denkt, van, ja, oké, okay, als het dan overal zit, dan kan, kan ik het maar beter gaan gebruiken. Ja. Dat dat is iets van waar ik bij Microsoft gewoon heel erg zie dat ze dat ze al die dingen aan het doen zijn, weet je, overal uh, content en je kan het daar doen, je kan het daar doen. Heb je bij Sony toch nog de hele tijd het gevoel van het kan alleen op je PlayStation 5? Ja. Die niet te koop is. Ja. Hè? Deze week weer een aantal mensen die hebben gezegd 2023, vergeet het maar 2024 gaat het moeilijk worden. Ook nog die het hele chip. generatie is lost. Dit ja. gaat, gaat niet meer goed komen. En het gaat, een, het gaat ook een gigantische. Uh, 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 klap zijn in het vertrouwen uh, waarmee nieuwe games gelanceerd worden. Dus ja. dat vind ik heel interessant. Hoe gaat uh, xCloud, of hoe gaan die streamingdiensten, een impact hebben op game development? Want het interessante is natuurlijk, kijk, je krijgt in feite, het, het, het werkt heel simpel, je de input van je controller wordt naar het datacenter gestuurd ja. en het datacenter stuurt video terug. En video van de game die je speelt. Als het ware. Mm -hmm. Dat gaat zo snel dat je niet in de gaten hebt, er zit eigenlijk geen vertraging. Of nauwelijks vertraging. En uh, ze kunnen van alles doen. Ze kunnen er bijvoorbeeld ook reclames mee sturen. Uh, ja, dat, dat is nog niet gedaan. Maar reken maar dat, dat <laughs> gaat gebeuren. Ja. Uh, want dat is natuurlijk wat die gratis, gratis bestaat niet. Dus zometeen ga je nee. in Fortnite, ga je in plaats van dat jij je loading screen krijgt, krijg je gewoon een commercial te zien. Maar er is een, er is een gigantische doelgroep die daar weer geen probleem mee heeft. Kijk naar de casual gameplay op mobiel. Dat, dat is het leuke van. Zij, doel, ja. uh, je hebt gelijk, van Sony is alleen nog maar in staat om een game. Een, een AAA-productie van heel veel geld naar een console te brengen. En doordat dat nu wordt tegengewerkt door die chiptekorten, et cetera, al die andere ellende, uh, moeten zij ook overgaan naar okay, andere manieren. En bij hun voelt het heel erg gewoon: oké, okay, ook dan gaan we dat ook doen, weet je? Ja. Net zoals met die PS, plus ja, dat ze lopen de vreselijke. Ze lopen er achteraan, aan, omdat ja. ze nu een soort van plan C moeten gaan uitbrengen waar ze niet van uit waren gaan. Terwijl Microsoft eigenlijk vanaf het begin zei van. Um, het maakt ons niet uit waar het speelt in je speelt. Je hebt gelijk. Um, wat je nu gaat krijgen is van. Wij zijn heel erg gefocust op die triple A, huge ass blockbusters. Die ga je niet op X. Ja, je kan ze op x laten spelen, natuurlijk. Maar het zijn die kleinere games die in één keer meer sens maken. Want ik, ik heb niet zo'n behoefte aan een pixel game. Op mijn 4K. Nee, maar dat zeg jij, hè? Ja, ja daar Maar, ik misschien, maar, ja, maar... maar wat, wat, wat ik interessant vind... Kijk, ik heb een uh, weet ik gewoon, een Series X is 1 terabyte. Mm -hmm. Ik ben al een paar keer op het punt gestaan om, om een beetje een terabyte te <laughs> bij te kopen. Het is fucking 300, nog wat euro. Weet ik veel duur die shit is. Dus, ik had zoiets van fuck, dat ga ik toch niet doen. En dus met als resultaat, mijn Xbox is altijd vol. Weet ja, je, echt ja. altijd vol. En dan heb ik natuurlijk ook kids die ook van alles en nog wat willen downloaden. En dan kom ik er laatst achter. Toen had, toen, weet je, we hadden al een discussie gehad over dat bepaalde games, die wil ik niet dat die eraf gegooid worden. Weet je? Mm -hmm. Ik bedoel, ik speel Warzone, heb ik geen zin ja, om ja. eerst 100 gricht te downloaden. <laughs> dus je moet erop blijven staan. En toen zat mijn zoontje zat iets te spelen. En ik zo van uh, wat is Wat zit je te spelen? Nou, goed, het van een of andere Pixel indie game. Uh, en ik zei, oh ja, heb je die geïnstalleerd? Nee, nee, nee. Nee, ik kon gewoon hier drukken en dan speelde het gelijk. Ja, ja. En hij had gewoon, hij had geen, hij wist niet eens wat het was, maar hij had gewoon, hij zat dat gewoon, ik bedoel, hij is zes, weet je? Hij zat dat ja. gewoon te spelen en dat was gewoon, dat werd gestreamd. En ik had zoiets van: dat is nou al fucking de tweede keer mm -hmm. dat Microsoft een service waarvan ik als oude lul gamer, hè, en ja. dat wil ik echt benadrukken, ik ben bijna 50, um, ik geloof niet in een, een platform uh, in een platformfilosofie. Microsoft laat zien dat de platformfilosofie wel werkt. Ja. Ik geloofde niet in streaming video. Microsoft laat zien dat het wel kan. Ja. En ik vind dat echt heel knap. Want wat ze doen, is niks nieuws. Weet je? Er wordt hier al jaren en jaren en jaren over gepraat. Mm -hmm. Het zou de toekomst zijn. Het is geflopt, het is vreselijk geflopt. En uh, weet je, het is allemaal opgekocht. Sony heeft dat uh, hoe die shirt gekocht. Ik heb even de naam kwijt. Ja, On, on, live. on live, ja. En en was er nog Guy Kai, en dat is toen failliet gegaan. En, ja. ik het. en Microsoft doet gewoon zijn eigen ding en, uh, en dan werkt het. En uh, ik bedoel, Google uh, is gefaald erin. En Microsoft krijgt het gewoon wel voor elkaar. Maar de, ja, is het niet gef, Het is niet gefaald, deels natuurlijk door de techniek. Hè, het internet is nu beter, dus het, het, het werkt allemaal wat beter. Maar ik denk ook wat ik interessant vind, bijvoorbeeld als je kijkt naar Netflix of HBO. Uh, dat, dat, daar kijk je met streamen, maar daar heb je ook de downloadfunctie... om het dan weer op je telefoon te zetten, zodat je niet... Uh, ja, maar dat doe je alleen als je weet dat je gaat vliegen... of dat je weet dat je even iets moet nee, doen. Nee, oké, okay, maar het feit dat die functies... Het is een beetje raar dat die functies erin zitten. Het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Die krijg je dus nu ook uh, bij, bij, bij de Game Pass. Um, dat je het ook kan streamen in plaats van dat je het kan downloaden. Um, het is het aanbod... Het is zo gigantisch groot dat mensen er niet meer over vallen. Terwijl een Guy Guy in en, en, en Google Stadia krijgt. Die vragen ook weer. Nou, nu dit gebeurt. Gaat Google Stadia dan weer opleveren? Nee. Want ze hebben geen content. Ze hebben geen eigen content. Dus waarom zou ik Google Stadia nemen. Waar ik exact dezelfde games kan krijgen. Maar een fractie ervan. Ja. Als die op Game Pass staan. Kansloos. Gewoon weggooien. En dan heb je nog wat andere. Je hebt ook een Nederlands bedrijf die dan ook allemaal wat meer de Indie kant doen. Daar ja, hoor je ook al jaren dezelfde verhaal over. Investeren, ja, geld, investeren. Ge ja, precies. Ja. Nee, het gaat om dat weer die race om het grootste te zijn. Het gaat om aanbod en uh, overal aanwezig zijn. En dat ja. is wat Microsoft uitlegt. Het aanbod is nu langzamerhand goed aan te komen. Het zit straks zelfs op je wasmachine. Ja, en dan gaan kids ermee spelen en je moeder gaat ermee spelen en ja, dan, ja, dan wordt dan oké. Okay, nou, dan ga ik het ook maar doen, want als de hele gezin, weet je dat is de motivatie van de casual gamer. Nou, en zo meteen ga je wel 4K-content kunnen streamen en dan ja. en dat gaat ook werken en dan uh, dat ga je gewoon krijgen. Dat dat die um, het, het wordt steeds minder te onderscheiden van uh, lokaal content op je uh, op je Xbox um, ja. uh, installeren. En, en dat is heel interessant. Het speelt helemaal in, inderdaad, op de schaarste die je hebt met die chips op dit ja. ogenblik. Die het nog jaren gaat aanhouden. Dat is eigenlijk nog wel, ja, nu je het zegt, nog nog briljant. Je hebt gewoon geen console meer nodig. En voor bepaalde mensen, hardcore gamers, zal het een no-go zijn. Want die willen gewoon perfecte frame rate en weet ik al. Maar voor heel veel gamers maakt dat dan niet zoveel meer. Uit. Maar als jij gewoon een, een Xbox, uh, weet ik veel, een Xbox 360 hebt, bij wijze van spreken. Ja. Of een PlayStation uh, 4 hebt, ja. dan kun je. Prima op komt uh, uh, het op streamen, weet je ja. dat is geen probleem en dat, uh, dat dat werkt gewoon. Kijk, de Xbox One, ik weet niet, dat ding was gewoon ontzettend traag, mm -hmm. maar een PlayStation 4, dat, dat ja, dat, dat dat kan prima, weet je ja. en ja, zo meteen gewoon van die simpele, uh, ja, die dongelachtige je. dingen. Ja, ja, dat ga je krijgen, inderdaad. Ja. En als dat werkt, ja, weet je, wat maakt het dan gewoon uit? Weet je? Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het wel, uh, wel, wel interessant. Ja. En ik, ik was ook, het is weer zo'n ding, dat vind ik zo interessant. Het, het was weer iets waar ik echt, echt oprecht sceptisch over was. Ja. Waarin ik gewoon ongelijk heb gekregen. Is dat dan ook? Uiteindelijk niet, is het dan ook de, de macht van het geld, gewoon dat zij dat wel kunnen. Nou, aan de ene kant is de content, weet je, ja. zij hebben die content en de, dat is natuurlijk geld, weet je, ja. ze kopen Activision, ze kopen Bethesda en zo meteen kopen ze misschien ook nog wel, uh, hoe heet het, uh, Ubisoft. Ubisoft. Ja. Je weet het niet. Maar dat, um, uh, dus het is, het is absoluut geld. Het gaat natuurlijk om die content, ja. weet je, en bij, maar het is ook wat anders. Kijk, bij Sony stel je voor dat Sony met, komt met een nieuwe uh, AAA-game, dan weet je, dat is gewoon iets. Klinkt stom, maar die wil je gewoon downloaden. Dat wil je lokaal op je machine hebben. Je wil ja. de allerbeste ervaring hebben. Maar er zijn gewoon heel veel games waar dat wat minder uitmaakt. Mm -hmm. En dat, um, weet je, heel veel indie games hebben dat. Uh, er is gewoon een heel segment aan streaming games waar de kwaliteit gewoon iets minder belangrijk is. Ja. En dat heb je niet bij die hele immersive uh, action uh, adventures. Die, dat, die moeten topnotch zijn. Die wil je zien zo, zo goed mogelijk. Maar ja, weet je, er zijn gewoon... en uh, vooral het uitproberen van games. Ik ja. kan me gewoon voorstellen dat je een nieuw soort... Laat ik zo zeggen, dat je een bepaald segment van games hebt... Wordt heel, de games die je heel eventjes wil spelen. Mm -hmm. Weet je, wat je hebt met die Bejeweled en weet ik veel, al die, ja, die, die ja, fans games. Ja, ja, ja. Dat je misschien nu een soort segment krijgt van... Nou, ik wil heel eventjes dit weer oppakken. Nou, hop, dan start je je Xbox uh, streaming toestand. En dan ga je gewoon verder met je console. Uh, ja. ik, ik vind het heel interessant. Nee, uh, nieuwe move dus. En... Um... Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat we daar uh, bij de persconferentie van uh, Microsoft op 12 juni... Um, dat we daar uh, meer over gaan horen uh, qua hoe ze dat verder gaan uitrollen. Dan gaan we naar uh, Frankrijk, waar... Um, nou ja, goed, we hebben het al verteld, geruchten gaan. Ubisoft zou te koop staan of zou zich te koop aanbieden, et cetera, et cetera. Nou, Ubisoft... Ontkent dat en nu is er dus weer een, uh, um, een uh, ja, Seeking Alpha. Uh, even kijken, even kijken. Even kijken, according deal reporter. Die hebben dus gemeld dat de familie Guillermo, terwijl die er eigenlijk allemaal weer uit zijn, behalve Yves zelf, um, die zijn nu investeerders aan het zoeken, want het geld hebben ze zelf niet, maar zijn partijen aan het zoeken die geld aan hun willen geven zodat zij. Ubisoft, uh, zeg maar, een meerderheidsaandeel kunnen kopen. Want ze hebben, dat wist ik niet, ze hebben nu um, 16% uh, aandeel uh, van Ubisoft is van de Guillermo-familie en 22% van zijn net voting shares. Dat zijn dus de shares waar je mee kan stemmen. Dat is een groot ja. aandeel, maar zeker niet de meerderheid. Dus als, als die andere 78% zegt, uh, nou weet ik veel, Blackstone, uh, jij mag het kopen, ja. dan is Guillermo de, de lul. Um, ja, ja wat, wat moet je hier dan van denken? Nou, ik, ik, ik vind het een beetje wanhopig overkomen. Kijk, ze willen ja. dat bedrijf waarschijnlijk, of tenminste dat ze het doel van de beurs halen. Um, dat kan soms, weet je, het, maar het is niet altijd uh, een goed idee. En, en, een voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld uh, Del. Uh, Dell computers. Uh -huh. uh, en zij hadden ook uh, gateway en een beetje doen veel met gaming, hebben natuurlijk de Alienware uh, um, uh, merk en maken ja. daar laptops voor. Uh, en die uh, Michael Dell, de eigenaar van de of eigenlijk de oprichter van het bedrijf, heeft op een gegeven moment een paar miljard bij elkaar ge, uh, geratserd en die, uh, die heeft dat bedrijf van de beurs gehaald. En sindsdien is het eigenlijk bitter stil rondom Dell. Ja. Je hoort er niks meer van, je hoort Alienware niks meer doen, het is gewoon... Ja, ik weet het niet. Het lijkt gewoon erg op zijn retour allemaal. Mm -hmm. En dat, uh, dat is het gevaar wat je krijgt. Kijk, die, die broers kunnen natuurlijk op hun naam en hun reputatie misschien nog wel die, wat hadden we, we, hadden we laatst bedacht, 5 miljard of zoiets. Moest, moest je ja, dat is de ja, Zoiets. Nou goed, dan zal het wat meer zijn. Misschien moeten ze als het van de beurs willen halen, een goed bod doen. Dan zijn ze misschien 8 miljard kwijt. Die 8 miljard die halen ze nog wel binnen. Dat kan misschien wel lukken. Um, maar goed, dan moet je dat bedrijf gezond zien te krijgen. En dat lukt Yves Kumo nu al niet. Nee, ja, dat, dat is een beetje het probleem. En we komen er straks op, ook op als we naar Activision gaan. Want daar zie je het probleem. Hij is natuurlijk. In ieder geval mede, maar misschien ook wel de oorzaak van het probleem. Hij is de oorzaak. En hij is er verantwoordelijk voor. Hij is, ja. de, hij is de CEO van het bedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de cultuur binnen het bedrijf. En dan kan hij wel zeggen, ja, het was Pietje en het was Jantje en het was Keesje. En die moet het er allemaal uit. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Hij is eindverantwoordelijk voor de cultuur binnen zijn bedrijf. Ja. En als je de drie of vier spelers uittrapt, ja, leuk en aardig. Maar die cultuur verandert niet van de een op de andere dag. Nee, en de koers. Hè, de koers die ze hebben uitgezet om, om, om vooral op die EP zoveel mogelijk uh, verschillende maar... onderdelen daarvan te maken. Dat, dat is ook zijn koers. Want er is nu, nadat Vivendi eruit geknikkerd is, hij heeft het voor het zeggen gehad. En nu krijg je dus weer activistische aandeelhouders, investeerders zoals Blackstone die gewoon zegt van, oké, okay, ik ga gewoon zoveel mogelijk aandelen opkopen, ja. zodat ik straks uh, niet eens het game gaat, uh, bedrijf overneem. Nee, maar ik heb het straks voor het zeggen in de aandeelhoudersvergadering. Ja, dus ik kan de... gewoon zeggen van, uh, ik wil uh, niet meer jaarlijks een active uh, of ik wil juist heel veel Assassin's Creed's of zo elk jaar. Weet ik veel wat? Hij kan de koers gaan bepalen. Ja, maar, de, maar de, en dat is, ik bedoel, het is geen garantie dat dat een succes wordt. Zeker. my Wat ik daarmee in ieder geval heb. Kijk, als het bedrijf beursgenoteerd blijft. dan mm -hmm. hebben aandeelhouders wat te zeggen. Ja. En als jij een aandeel Ubisoft uh, koopt. dan heb je gewoon iets te zeggen. Het mm -hmm. is Niet veel. Nee. Maar in jouw beursprogramma. krijg je gewoon uh, een berichtje. van... Hey, het is tijd voor de jaarvergadering. We gaan over deze en deze zaken stemmen. Wat vind je ervan? Je hebt gewoon inspraak. Ja. En ja, weet je, als je inspraak wil hebben in Ubisoft. nou dan koop je een aandeel Ubisoft. kost je 50 euro. Heb je een, een, <laughs> een heel klein stukje stemrecht? Ja, nou, prima, weet je. En dat. Uh, Um, uh, daarvan heb ik wel echt het idee dat Ubisoft dat nodig heeft. Mm -hmm. Omdat ik zie daar niet een, een, een zeker bij die Gamal broers Er zit niet een soort van uh, visionaire game developer of, of weet Wij zijn je. er allemaal uitgestapt nee maar het zijn ja. ook allemaal boomers weet je ze ja. zijn allemaal oud ze, ze, ze snappen die markt niet meer weet je ik bedoel het, het lukt ze al een hele tijd en dat is het ding van je kunt misschien weet je Far Cry was geen slechte game weet je. Mm -hmm. de laatste Far Cry was echt niet slecht ik heb met, met veel plezier heb ik het uitgespeeld het was ook niet een extreem goede game nee. maar het was ook niet slecht maar dat was wel ongeveer het beste wat ze gedaan hebben in lange tijd. En dat is het probleem, weet je, op het moment dat zo'n som zo'n zo bedrijf momentum heeft en het ja. gewoon knalt en de ene topgame naar de andere en dan willen developers er ook werken weet je en nu het enige wat je ziet is middelmatige lotso die gecanceld wordt nog voordat het uitkomt dat betekent dat er jaren uh, van, van een heleboel developers jaren van hun leven van het werk wat ze gedaan hebben in die jaren dat is gewoon weggeflikkerd. Ja. weet je hoe zou je het vinden als je drie jaar lang werk je aan een project alleen maar aan dat project ja, dat en dan komt iemand weggeven. langs ja. en zegt van nee hey, sorry we gaan het toch niet doen drie jaar lang, het is leuk dat je betaald hebt gekregen maar wat What the fuck, al je werk, <laughs> al je creativiteit, alles is weg. Nou, niets is dodelijker voor het moraal dan dat. En dat uh. hebben we nu al een aantal keer achter elkaar gehad. Maar, maar is dan. Is dan verkoop, totaal verkoop, dus gewoon een partij die het gewoon helemaal overneemt, alle aandelen opkoopt, is dat dan niet beter dan, ja, dat is veel beter. Verandering van onderop, dus, oftewel, dit, dit is een heleboel mensen die iets mogen zeggen. Nee, want, want kijk, de, de, wat je nu krijgt in, de, in deze, uh, in dit klimaat binnen Ubisoft, ja. de, de, de vrije geesten, de creatieve, de, de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de scenario's van de games, de mensen die een beetje belangrijk zijn in game development processen, om mm -hmm. het ontwerp doen, weet ik wel. Iedereen die goed is, die is weg bij Ubisoft. Ja. Je gaat gewoon weg. En dat zie je ook aan die verhalen. Weet je? Dat is ook allemaal. Uh, en, en eigenlijk ook aan het visuele design. Weet je? Het is allemaal voortborduren op shit die er al lag. Um, Dus als die mensen weg zijn, wie gaat dan die. die die nieuwe projecten neerzetten. Dat gaat ja. niet gebeuren. Maar wat er gebeurt onder Microsoft bijvoorbeeld, dat is wel, an wel interessant. En dat, dat, wat ik heel interessant vind, is dat bijvoorbeeld Koch Media, of hoe het. ze? Uh, Embrace Group. Uh, ja, Embracer uh, Embrace Group. Ja, Embracer. Embrace Groep. Ja. Wat die doen, is dat die zeggen van, uh, luister, jullie mogen um, uh, als studio zelf, onafhankelijk, een richting en een, en een, 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 een tijdlijn en gewoon je development proces kiezen. Ja. En dat betekent dat er, dat, zo kun je van onderop weer iets opbouwen. Ja, ja, ja. Dus je hebt dan bijvoorbeeld een studio in Montreal. Nou, dat, dat is een hele grote studio, weet je. Daar, daar werken, weet ik wel, 5.000 uh, uh, man. Dat zit nu zo in het, in, het, in het managementstramien vanuit Parijs, van Ubisoft, dat het lukt helemaal niet om daar nog vernieuwingen uit te krijgen. Dat gebeurt ja. al heel lang gebeurt dat niet. En nu is het denk ik tijd om uh, dat te stoppen en gewoon die studio's op eigen benen te laten staan en gewoon hopen dat daar iets uitkomt. Ja. Dat ook al vergezocht is, maar bijvoorbeeld onder Microsoft's begeleiding denk ik dat dat wel kan. Ja. Daar, daar vind ik Embrace Group, vind ik daar weer iets minder. Nou, het, in. Het, het is een nieuw model inderdaad, die steeds meer opgaat. Als je kijkt naar uh, Bunge, heeft het een beetje voor zichzelf weten te verkrijgen. Uh, from Software lijkt me ook. Een maar bedrijf. Sony doet het ook op die manier. Nee, als het gekocht wordt, dat, dat er gewoon niet zeer een hart van oké, okay, alle bazen gaan weg en dit en dat is een fusie. Nee, het is gewoon van uh, een onafhankelijkheid bedingen zij, uh, waardoor zij gewoon hun games willen maken zoals hun. Alleen ze hebben dan de financiële Veiligheid van een grote bedrijf die bijvoorbeeld een keer een misser op kan vangen. Ja. In plaats dat je als studio meteen kopje ondergaat. Ik denk ook niet, ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk. Um, uh, Guillermo is, is onderdeel van het probleem. Dus hij gaat dat ook niet oplossen. Uh, als hij er wel in slaat om een paar investeerders achter zich te krijgen. En hij kan de meerderheid van de aandelen kopen. waardoor hij het voor het zeggen blijft houden. en elke vijandelijke overname kan tegenhouden. Ik denk niet dat dat goed zal zijn. Voor Ubisoft. Maar ja, ook hier gaat de tijd het leren. Want je weet natuurlijk nooit. Um, of dat wel of uh, niet zo is. Wie weet. heeft hij wel een briljante visie. maar ik heb het nog niet echt gezien. Um, ja, als je dan toch weer even hebt over. Als je dan toch een beetje in, 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 uh, in de hoek zit waar de klappen vallen. Uh, Skull and Bones. Uh, ja. ja, weet je, die game die, uh, die heeft dus een alfa. En uh, ja, goed, jij had het geprobeerd volgens mij. Hè? Ik heb het op een E3 uh, jaren terug oh, ik okay. gespeeld. Nee, nou, ik, ik wist ook niet dat er een alfa was. Uh, we, hebben, nou, goed, ik, uh, we hebben hier iemand lopen uh, die stage loopt. En die zei, nou, ik, ik, ik kan meedoen met die alfa. En dat bevreemde mij al een klein beetje, omdat um, ja, alfa's moet je safe houden. Want het komt op internet en inderdaad, um, het is van alle kanten gelekt. Dus de hele ja. video's, alles stond online. Wat het was, waar het naartoe ging. Uh, en dit is, de, we maken dat als grap ook, ook bij de E3. Alles van Ubisoft lekt altijd. Ik vind die eerste reactie er anders goed. Van, ik wil een piraat, zien. piraat zijn, ja. niet een boot. Nee, nou, het, het gaat ja. alleen maar om, het is alleen maar varen op dit moment, weet je. Je kan niet van de boot af, al dat soort dingen. Um, tenminste, daar ga ik vanuit als ik lees van de mensen die het gespeeld hebben. Maar ja, ik vind het een beetje naïef als je dus... Uh Mensen een alfa laat spelen. En daar stond dan. Je moest dan wel een soort van NDA ondertekenen. Dat ja, als je dan iets bekend zou maken ervan, dan. Maar als het gewoon mensen zijn, ja. Ja, tuurlijk. Die shit lekt. Natuurlijk. Het dat lekt. weet ook je niet te achterhalen van wie welke beeld was. Zo nee. Zo staat er nog wel eens een soort getal in beeld. En dat is dan uniek voor de, voor de persoon die. Nee. Maar goed, dan blurren ze dat weg. Like. Nou, en dan gaat het verhaal dus nu weer. Dat uh, de reacties erop waren over het algemeen vrij negatief. Omdat je inderdaad die boot niet afkomt. Het is eigenlijk een soort van zeeslag wat je speelt. Ja, wat ik heb begrepen is dat het. Uh, Vanuit Sanskrit Black Flag, daar zat natuurlijk, daar was ja. dat, daar had je dat idee met die boten, dat was heel tof. En dat ze daar dus een eigen game van hebben gemaakt. Dat, exact. dat dat het idee was. Ja, nou, en Sea of Thieves laat zien wat een goede piratengame is. Als je daar tenminste van houdt, maar je kan op het schip, van het schip af, je kan exploreren. Nou, hier was het dan een soort van veredeld zeeslag, whatever. En nu zie je in één keer weer een hele nieuwe dynamiek van: oké, okay, het, het wordt totaal gelekt. Uh, Ubisoft komt heel snel met deze tweets, die moeten er een filmpje van gaan maken. Uh, en nu moeten ze heel snel iets gaan aankondigen wat het is. Omdat It's out there. Dus ze moeten nu weer crisismanagement gaan doen. Ja. En dat zie je de hele tijd. Het wordt gelekt, crisismanagement. In alles zie je gewoon... Er klopt iets niet binnen het bedrijf. Want wie lekt dat? Dit dan is dan toevallig gewoon van mensen... Uh, die de alfa hebben gespeeld. Maar het kan ook zomaar vanuit studio zelf zijn, maar ook bij de E3, heb je gewoon vaak het gevoel, is dat gewoon niet intern gedaan voor mensen die er gewoon klaar mee zijn? Uh, je weet Misschien. het niet. Ja, Nou, dat lijkt me niet. Ik bedoel, als jij hier jaren aan gewerkt hebt, dan wil je niet dat er een of andere gare beeld naar buiten komt. Nee. En, maar dat, dat heb ik hetzelfde met die, met, met die alpha, weet je. Waarom moet een game in deze staat uh, nou uitgebracht worden, weet je? Dat is gewoon... Uh... Nou, hij is niet... Ja, nou ja, goed. Omdat ze dingen willen testen. Maar ja... Het feit dat het dan gewoon weer lekt, is gewoon uh, uh, treffend. En, 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 en uh, dan, ja, dan deze game ook, weet je, die heeft alweer heel veel negativiteit om zich heen, uh, terwijl die nog niet eens uit is. En dan heb je weer zo'n project waar ze nu zo lang aan werken, waar zoveel geld is in gegaan. Ja. Krampachtig, heel vervelend ook. Um, dan gaan we even naar iets interessants. Uh, nou, de kop van dit artikel is een beetje misleidend, want ik, 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 ik trapte er ook in. New York City sues Activision, targeting CEO Bobby Cottage. Toen dacht ik ook van, wow, is het de stad New York die het doet? Nee, het gaat om de New York City Employees Retirement System en Pension Funds. Het is, is gewoon een pensioenfonds. Die hebben waarschijnlijk um, aandelen Activision in hun pakket zitten, uh, want dat is wat die pensioenfonds allemaal hebben. Ze hebben gewoon aandelen, daar verdienen ze geld mee en daar betalen ze dan weer de pensioenen mee uit, Blablabla. Bla bla. um, en zij vinden dat, um, dat de aandelenkoers te laag is, en dat Bobby Cottage. Eigenlijk um, de verkoop slecht heeft gemanaged. Wat is hun verhaal? Heel simpel gezegd: Bobby Kottage, die zit tot aan zijn strotje in uh, de problemen met allerlei uh, uh, um, uh, 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 processen. Ik he, even kijken, wat zit helemaal aan het eind? Ja, dat vond ik wel echt hilarisch. Um, Eén federal harassment suit heeft hij nog, één discrimination suit. Hij heeft een one purpeted class action suit, vier shellholder lawsuits, acht lawsuits over de Microsoft merger en 2220. Uh, 20 complaints, uh, waaronder um, uh, nee 2 220 complaints. Dat is een bepaalde, ja, weet ik een bepaald soort complaint. Nee, ja, een 220 complaint. Ja. Ja. En uh, hij heeft nog een SEC investigation, insider trading inquiries from the SEC in de part. Hij heeft een shitload aan ellende aan zijn broek hangen. En het verhaal gaat dan volgens deze mensen. Uh, toen heeft hij als een gek gewoon zijn telefoon gepakt. Heeft hij die verkoop heel snel geregeld, zodat hij er toch nog met een lekker bakje geld uit kon. omdat hij er helemaal klaar mee is. en hij ziet al het voorland voor zich. van. ik ga straks al die stront over me heen krijgen. ik krijg allemaal. Uh, ik word schuldig bevonden. Uh, en uh, dan zijn mijn we miljoenen weg. Ja. Ja, nou nee, ja. Ik, kijk, ik, wat, het, wat ik raar vind, is dat die aandelenkoers van Activision is door het dak. Uh, Omdat mm -hmm. uh, Microsoft dat gewoon is. gezegd heeft van we ja. betalen gewoon uh, x per uh, aandeel. Ik ga even uh, en dat is volgens mij bijna 20% hoger dan een marktprijs. Zeker dan een prijs op dat ogenblik. Uh, je hebt kans dat die, dat, dat fonds dus. Uh, Blijkbaar aandelen verkocht hebben op het moment dat die shitstorm losbarstte. Uh, ja. Van Bobby Cottage en al die zaken die liepen. Ik heb hier in beeld even de koers op dit moment. En je ziet inderdaad wel dat hij gewoon. als je kijkt, ik moet hem dan eigenlijk even op. Uh, dit is één dag, ik moet hem even op één maand zetten. Nou, dat ja, zit maar op ik... zes maanden. Want kan je zien wat, uh, ik weet niet wanneer die Ubisoft toestand. Nou, daar kun je zien wanneer dat ja. Microsoft Deal speelde. Uh, maar daarvoor zag je die, uh, die, 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 die rit naar beneden daar, ja. daar ongeveer inderdaad, zat hij zo rond de twee, of 58. Uh, nou, waarschijnlijk hebben ze hem, daar begon het gezeik over die lawsuits. Misschien hebben ze daar ergens verkocht. Ja, en dat is kut dat je dan uh, uh, te maken hebt nu met de prijs van uh, wat is het? bijna 80, uh, 80 dollar. Ja, uh, 95 betaald, overigens Microsoft ervoor. Oké, okay, nou goed, dan ga je al. En terwijl zij uh, misschien voor, 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 voor 60 vlagen de 60 verkocht hebben. Ja, dan heb je pech gehad. Maar ik heb daar altijd zoiets bij: van dat, dat, dat is het zure aan uh, het proberen uh, de markt te voorspellen. Mm -hmm. Het kan. Kan niet. je weet niet wat er speelt en dan deze New York pensioners Fund, of weet ik veel wat het is, ja die zijn gewoon, ze hebben gewoon pech gehad, ze hebben gewoon dom gehandeld. Nee, dat snap ik. Het is, het, het is ook Amerika, dus daar is een lawyer uh, cultuur, alles wordt gezoet. Uh, het enige interessante wel aan dit uh, deze deze uh, zaak mm -hmm. is dat uh, documenten moeten nu vrijgegeven worden. Ja. Dat is in Amerika wel zo, dat moet je gewoon omvragen. Dat betekent bijvoorbeeld, uh, New York City is demanding, Activision provide a long List of documents, including material related to the Microsoft deal, info on five possible buyers, cited in Activision Official Description of Sale Talks. Er zijn dus nog vijf andere partijen geweest die hebben geboden. Nou, zij willen weten. Wat is dat bot dan? Als dat bot bijvoorbeeld Microsoft biedt 95% en die andere partij die biedt bijvoorbeeld 90%, dan vinden aandeelhouders bijvoorbeeld interessant dat, dat het toch nog even gewacht wordt. Wie weet, gaat iemand anders omhoog? Um, en maar, het, maar en het, je, je weet niet hoe groot de aandeelhouders zij zijn. Dat nee. is natuurlijk een beetje het lastige. Waarschijnlijk niet zo heel erg groot, want anders waren ze al op de hoogte. Oké, okay. uh, een ander ding is um, ze willen weten of Bobby Cottage daadwerkelijk wist van die misstanden. En dat blijft toch altijd een beetje schemig. Hij heeft nu, ze zeggen nu van hij wist wel van wat, maar zeker niet van alles. Ik vind altijd als je van wat weet, dan weet je eigenlijk van alles. En Tuurlijk, ten precies. tweede, je moet het gewoon weten, anders ben je een slechte baas. Maar je weet het, maar hoe, 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 hoe ga je dat aantonen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat Bobby Cottage misschien gedacht heeft... fuck, ik weet waar dit naartoe gaat. Als ik het nu kan verkopen... en zoals het naar blijkt, krijgt hij gewoon een, een flinke gouden zak mee... Dan ben ik er van af en hoeven die rechtszaken, weet je wel, dat, dat schikken we allemaal en. Uh, dan is mijn naam niet helemaal besmeurd en dan weet ja, ik wel wat hij allemaal gaat maar, doen. Maar, dat, maar ik denk niet dat het hierom gaat. Kijk, zo'n zo fonds die hebben gewoon uh, als die een mogelijkheid zien om geld te verdienen, dan gaan ze dat doen. Zeker. En als zij, uh, weet ik veel, misschien hebben ze uh, 50, 60 miljoen uh, misgelopen mm -hmm. uh, omdat ze te vroeg verkocht hebben. Ja. Uh, en het kost een miljoen om een advocaat hierop te zetten. Nou, dan vak het, dan doen ze. Het. het is een moeite waard. En eerlijk gezegd, uh, als je kijkt hoe makkelijk makkel, uh, uh, Activision settelt, ik denk dat het een goed idee is. Ik denk dat deze hele zaak zo meteen voor weet ik veel, 10, 15 miljoen gezetteld wordt. Nou, dan hebben ze het makkelijk geld verdienen, toch? Zou, zou het zo kunnen zijn dat Bobby Cottage met Microsoft heeft gezeten... en daarin ook heeft gezegd onder ede en, en, en dat het niet naar buiten komt van, uh, ik, ik heb ervan geweten. Dus, uh, en dat ze heeft gezegd, prima. Nee. Maar dan ga, dan ga ik dus niet 110 dollar betalen, betaal ik 95. Want we krijgen straks nog al die sous, daar moeten we nog voor betalen. Dus dat gaan we nu van de prijs afhalen. Nee, want, want nee? ten eerste, ze betalen er niet voor, want Activision betaalt ervoor. Um, uh, dus dat is minder winst nou ja, de, voor de huidige... De, die, de kunnen nog jaren duren. Ja, nou goed, oké. Okay. Misschien, ja. misschien betalen ze er dan wel voor. Maar dan nog, het is Peanuts. Mm -hmm. vergelijken met wat zo'n bedrijf omzet. Ja. En ik denk dat um, uh, Bobby Kortis gaat echt niet. In een overnamegesprek met ze zeggen dat hij gewoon allemaal dingen heeft gedaan of wat voor problemen er nog aan zit. komen. nee, je zet je bedrijf in de etalage. Maar ze zullen ernaar gevraagd hebben, want ze weten ook donders goed wat er aan de hand is. Ze zullen gezegd: nou, Bobby, wat is er nou? Dan hebben ze hoe laaijbol ben je? Ja, dan nou, zeggen ze hebben ze een heel politiek correct antwoord van een advocaat gekregen. Waarschijnlijk die zegt van: nou, we verwachten niet dat er nog heel veel zaken. Alleen dit en dat speelt nog en weet ik veel. Ja, nou, that's it. En dat ja, wat ga je zeggen? Ga je zeggen van ja, nee, ik heb nog in uh, weet ik veel mijn vinger in een uh, stagiair gestoken drie jaar geleden en dat moet nog uitlekken. Nee, tuurlijk ja. niet. Weet je. Dit, is, dit is wat het is. Het is, het is wel vergelijkbaar hè, met, met, met GMO. Ook, ook weer die toxic world culture, uh, werkcultuur. Uh, heb ik er wel van geweten? Heb ik er niet van geweten? Um, Ubisoft zie je nog vechten. Dus ze willen nog steeds, ze denken dat ze het zelf kunnen redden. Dus ze gaan, die willen die aandelen dan mogelijk gaan kopen. En Bobby Cottage aan de andere kant, die heeft eigenlijk een beetje uh, de, ja, de vlaggen gegooid. Weet maar het is ook een cultuur hè. Ja. Kijk, in Amerika zijn in Amerikaanse bedrijven, zijn aandeelhouders, zijn heiliger dan in Europese bedrijven. Mm -hmm. In Europese bedrijven worden ze gezien als een noodzakelijk kwaad. Ja. En dat is waarom... Uh, en dat is al meerdere keren bij Ubisoft gebeurd ook... dat er bijvoorbeeld aandeelhouders een, een overname wilden doen... of een vijandelijke overname, weet ik veel wat. Dat wil eigenlijk zeggen dat je zonder goedkeuring van de directie... gewoon een meerderheidsaandeel vergaart. Ja. En dat, uh, dat, dat wordt dan actief tegengewerkt, weet je. Terwijl, moet je kijken hoe dat met Twitter en, en Elon Musk is gegaan. Mm Het -hmm. is gewoon ja de aandeelhouder is heilig weet je dus uh, de directie van Twitter uh, en en zeker de raad van bestuur die wisten gewoon van, ja op het moment als iemand met Elon Musk hier met miljarden met tientallen miljarden gaat lopen smijten uh, dan gaat de aandeelhouder dat die wil ja. het geld hebben want iedereen ja. zit erin voor het geld niemand zit erin voor vrijheid van meningsuiting ja, nee. Elon Musk misschien ik weet het niet maar voor de rest gaat het gewoon om geld en dat um, uh, je ziet hoe makkelijk dat er gaat Terwijl hier dan zie je die, die weet je, je ziet al zo'n zo'n, zo, zo, die die rood aangelopen dwerg van en Yves Guimot, die dan <laughs> schreeuwend en, en vloekend, tierend door, door, het, door het gebouw heen stampt, omdat hij ja. niet wil dat zijn aandelen gekocht worden. Weet je? Dat ja. Ik denk van ja, dat is een heel ander soort cultuur. Ja. Dus dat uh, is niet met elkaar te vergelijken. En daarom denk ik van ja, dat die broers uh, Guimot, waar we het net over hadden, nog best wel kans maken. Mm -hmm. Omdat die Amerikanen misschien geen zin hebben in dat gezeik met die Europeanen. Nee. En daar zit wat in. Weet je? Ja. Ik bedoel, een, een bedrijf overnemen zonder goedkeuring van de directie en de raad van bestuur. Uh, betekent gewoon ontzettend veel gezeik. Ja. En in Frankrijk uh, heb je ook nog het rechtssysteem, staat vaak. Het is vrij chauvinistisch. Ja, ja, ja. Vaak aan de kant van de Franse bedrijven en niet van de Amerikaanse investeerders. Nee. En dat, um, ja, dus dat is misschien een reden om weg te blijven. Ja. Ik weet ja. Het niet. Um, gaan we even naar um, een verrassend bericht. Namelijk dat de FTC, dat is die uh, mededingingschapsorganisatie. Federal Trade Commission. Exact. Die bekijken dus of een, 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 een fusie of een merger, een aankoop, of dat dan mag. Hè, of je dan niet te groot wordt in de markt en blablabla. Bla, bla, dat er geen concurrentie Het is. Het zijn soort toezichtshouder op de beurs. Precies. De beurshandel um, nou, die, die zitten dus vol nu in Microsoft. Ja. Wat. Denk ik logisch is, want het gaat nogal wat. Het gaat om heel veel geld. En Activision. Uh, ja, wordt Microsoft dan niet te groot? Want ze hebben ook al Bethesda. En ze hebben ook al dan Activision erbij. Uh, maar ze gaan nu ook kijken naar uh, de aankoop van. Bungie door Sony, terwijl die een stuk kleiner is. 3,6 miljard. Um, en eigenlijk hoeven mensen niet zo bang te zijn dat hij niet doorgaat. Maar het laat wel zien dat de FTC, da daar waait een nieuwe wind, dat hij toch wat scherper gaat kijken naar al die aankopen die zomaar worden um, gedaan. Um, ja, ik denk dat dit te klein is om, om hier nog echt... Uh, maar waarom? Op, op welke gronden? Um, nou ja, ik denk dat ze gewoon... Even kijken hoor. Gew gewoon kijken om. Uh, dat ze gewoon wat. Heel, heel veel mergers gingen gewoon do door. Zonder dat de FTC wat deed. En ze zijn nu gewoon toch wat scherper erop. Uh, Oké, okay, ze zeggen. De FTC has reportedly voiced concerns. that Bungie's future games. May become Sony platform exclusives. Ja. Dus nou, daar denk, gaat het al. Ja, dus... en Sony heeft gezegd dat dat. Ja, ze hebben nog niet. Volgens mij keihard gezegd dat dat niet zo is. Ja. En dat gaat natuurlijk ook. Dat gaat met Call of Duty ook zo zijn. Maar, maar Waar Microsoft. Al wel, dat moet ik ze dan nageven, al wel vrij duidelijk heeft gezegd. En ook dat moet je met een korrel zout nemen, want zeg nooit nooit. Maar ze hebben gezegd: nee, Call of Duty blijft multiplatform. Punt. Ja. ja, dit is politiek. En ja. um, uh, het is lastig. En, en ik denk eerlijk gezegd dat dit heeft er ook mee te maken dat Sony een uh, Japans bedrijf is. En dus een Amerikaans bedrijf overneemt. Ja. Uh, het is een relatief kleine deal. Dus ik, het, het verbaast me dat ze hier überhaupt moeilijk uh, over doen. Is het ook zo dat Sony. Microsoft heeft niet zozeer. Oké, okay, ze hebben een beetje ba meer baat bij. als het platform-exclusief is. Het zal ze zeker wat Game Pass-leden opleveren. Aan de Andere kant. Het, het schaadt ze waarschijnlijk meer in. Uh, oh, kijk nou, Microsoft, alles voor zichzelf houden. Ze spelen een beetje de good guy. Weet je, hey, dude, je uh, kan hem ook op de PlayStation spelen. Prima. Ja. Sony heeft dat probleem, die eigenlijk moet die het wel platform exclusief houden, want die, ja, die moet die console verkopen die er niet is. Um, en daarom zijn ze er wat minder duidelijk in. Nou ja, dat is Microsoft heeft altijd PC nog. Weet je, en, ja, en nou, Sony ook. En maar en sterker ja. nog, nu met X-Cloud ga je zo meteen krijgen dat je dus op je Samsung TV en, en welke andere tv's straks ook allemaal die shit kunt spelen. Ja. Dus dat is wel ergens interessant. Um, ja, Sony, wat dat betreft, het is gewoon iets minder uitgesproken. Ik weet het niet. Het is politiek en uh, je weet nooit hoe de wind waait. Um, nee. ik, ik denk dat Sony wel goedkeuring krijgt voor deze deal, maar misschien moeten ze toch ergens, uh, um, ja, inderdaad, uh, uh, ergens een, een document tekenen waarop staat dat Bungie's games exclusief voor, of niet exclusief voor Sony-platformen zijn. Ik vind dat wel apart, man. Dat ze... Pf, waarom, waarom moet de FTC zich. Daarbij ben moe... ik, ik... Omdat het, het gaat om werkgelegenheid. Het gaat ja. om omzet. Weet je, ik wil, zij zij, zij stel je voor dat Sony uh, budget exclusief voor PlayStation had. En Playstation gaat helemaal naar de kloten en niemand speelt die games meer. Dan maakt door die overname wordt, ja. wordt er gewoon echt economische activiteit in Amerika, wordt uh, weggenomen, wordt teruggebracht. ja um, ja, dat is iets wat... dat is schadelijk voor de aandeelhouders. Dus wat dat Bizar. betreft... Uh, uh, ja, ik ja. denk dat FTC zich daarmee bemoeit op die manier. To be uh, continued. Um, even kijken, wat heb ik nog? Ik, ik had nog één ding. Ik vond het gewoon grappig. Uh, even even grappig. Uh, wij hebben ook te maken met Twitter, met YouTube, met Instagram... social media die we gebruiken voor onze, uh, ja, onze media. En uh, als er wat misgaat... Uh, dan is het vaak lastig om met die gasten contact te krijgen. Het is niet een soort van telefoonnummer van weet je wel, uh, die je kan bellen bij YouTube uh, of, ja. of dat soort zaken. Nou, dit was dus ook een, uh, een man, uh, uh, blijkbaar een, een game developer, kleine game developer, die zei, het uh, team YouTube, dat is dan waarschijnlijk de soort van de, de, de community afdeling. Um, uh, ik ben een, een developer, dus ik, ik maak games voor YouTube. Uh, can you help me out uh, to get our official art into the info section? Weet je en daar wordt dus niet op gereageerd al de hele tijd. Iets wat wij soms ook hebben met YouTube. Als je een probleem hebt, dan ga je mailen, whatever. En, en er wordt gewoon niet op gereageerd. <laughs> Iemand van hun uh, crew, uh, Catgirl Prostate, oftewel Maddie, uh, doet dan daaronder... Hey Tim, YouTube, I'm having some trouble subscribing to YouTube Premium. Can you help me? En bam. Ja, gelijke reactie. En dat, dat merk ik ook best wel vaak bij dit soort zaken. En dat ja, ja maar, de, maar kijk dit is uh, ik weet YouTube die heeft gewoon geen zin hierin nee. weet je? en ik bedoel ik ben een keertje uh, in, in Amsterdam zit een kantoor van YouTube nou dat van de buitenkant je ziet niet er staat geen Google er staat helemaal geen ene fucking moer nee en uh, je ziet niet dat ze daar zitten er is geen telefoonnummer wat je kan bellen er is geen uh, er is geen support het is gewoon die mensen doen er alles aan om uh, contact met klanten buiten de deur te houden. Nou, sterker nog wij zijn op business niveau uh, met Zaken bezig, maar iemand die bij Google werkt, bij alle mensen, als jij bijvoorbeeld een mailtje stuurt naar iemand van Activision of Ubisoft, dan staat er altijd gewoon e-mail en telefoonnummer. Dat ja. staat in je in je in je business header. Heb dat is niet ja. dat dat naar nou, de buiten, dat is dat is voor business onderhand. Bij Google staat dat er niet. Nee. En waarom niet? Omdat die mensen donders goed weten, Oké, okay, als je als je niemand kan bereiken, dan ga je dan ga je je PR mensen bellen van ja, maar, maar Google werkt niet. Weet. Nee, ja. Ik vind dat ik vind dat raar. Uh, om, ze nee, willen nee, nee. de hele wereld aan hun shit hebben, maar als er iets fout gaat, dan kan je ze niet bereiken. Nee, maar en sterker nog, de medewerkers kunnen zelf vaak ook niks doen, omdat het een soort van algoritme-gedreven acties zijn die je niet zomaar kunt omdraaien. Nee, en, dat, uh... en dan kan je met zo'n chatbot gaan lullen. Ja, fuck it, ik wil ja. niet met een chatbot lullen, want dan krijg ik. Neppe antwoord, ik wil nou, gewoon, het is gewoon nou, het, 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 het werkt niet, maar het ding nee. is: jij bent geen klant. Hè? Ik bedoel, nee. veel mensen denken dat ze klant zijn bij Google. Dat ben je niet, je bent het product. Als je ergens niet voor nee. betaalt, dan ben je het product. Ja, dat is waar. En ja, dat, dat uh, en als je wel ergens voor betaalt, nou ja, dan, dan zie je, dan is er opeens wel support, dus dat zie je bij, bij de premium mail. Ja, dan, ja, ik kan geen premium worden. Ja, nee, dat klopt. Dan ben je klant, dan is er opeens <laughs> klanten, uh, customer service. Ja, dus dat, uh, ja, dat werkt wel. Dus ja, zodra jij uh, als jouw gratis dienst niet werkt, luister, je bent geen klant. Nee, en dat, uh, nee, ja, dat is... heb je eigenlijk ook wel helemaal gelijk in, in die zin van, uh, uh, en het is lullig dat het zo werkt, omdat vaak dit soort platformen voor mensen die gewoon uh, in die developers niet zoveel geld hebben, is dat gewoon heel erg handig, dat het gratis is. Alleen, je komt dan wel met dit soort problemen terecht. En ja, ja dat, als je in die spiraal komt, uh, het is verschrikkelijk. Ja, nee, dat is heel frustrerend. Het is heel frustrerend, uh, het het is heel frustrerend je want je ja. krijgt gewoon geen contact. En als er een keer contact is, krijg je een appje terug. En dan blijft het dan weer bij. En uh, het is dergelijk. Maar ik vond het even funny dat, uh, dat zo vrij makkelijk werd dit bubbeltje doorgeprikt. Goed, volgende ja. week weer een nieuwe Piepshow.